Als je het goed kunt, lijkt dit zo makkelijk. Goed kunnen lezen en schrijven. Toch heeft 1 op de 10 mensen die werken moeite met lezen, schrijven en of rekenen. Ja, wat belangrijk is in dit project is dat wij zien dat, en dat is ook gewoon onderzocht, dat lezen en schrijven eigenlijk al begint in de buik. Er wordt wel eens gezegd, begin daar al met het praten tegen jouw baby. En een achterstand in de vroege jaren, die wordt eigenlijk niet meer snel ingehaald. Dus daarom is het ook zo belangrijk om aan het begin te beginnen. Dus dat ook de reden voor de boekstart bijvoorbeeld, die wij als gemeente in samenwerking met de BIEB en Synthese uitreiken. Maar aan de andere kant, en dat is vaak een blinde vlek, zien we nog steeds heel veel laaggeletterdheid ook onder volwassenen. Noord-Limburg is daarin bovengemiddeld ten opzichte van de rest van het land. En ook dat is iets wat niet onderbelicht moet blijven. En middels deze activiteit op de markt, maar ook de campagne Lezen en Schrijven de hele week, proberen we daar wat extra aandacht aan te besteden. Er is een escape room ontwikkeld waarin je ervaart hoe het is om moeite te hebben met lezen en schrijven. Je loopt vast in de taal en als je om hulp vraagt, is de reactie die je krijgt frustrerend. Iets waar dagelijks 2,5 miljoen Nederlanders mee te maken hebben. Het Taalpunt heeft dat spel, Taalpunt Biz heeft het spel, die escape room gedaan. Zij zijn ook landelijk daarmee bezig geweest en er is een landelijke koffer. En door die, er is ook een film, Sheemte, waar je ook, die is verbonden aan de training laaggeletterdheid, herkennen en signaleren van laaggeletterdheid. En daar wordt die koffer veel gebruikt. Om mensen inderdaad te laten zien hoe laaggeletterden zich voelen. We dachten dat het best wel makkelijk zou zijn. We hadden het ook goed gelezen en goed doorgenomen met elkaar. En uiteindelijk kom je op een punt dat je denkt van, het is onze eer erna om echt die oplossing te pakken. Dus je blijft maar aan het zoeken. En daar zit ook meteen dat gevoel van schaamte om wellicht niet om hulp te vragen. En dan wordt er steeds gezegd, ach, vraag toch hulp, zo moeilijk kan het toch niet zijn. Maar in zo'n spelelement is het toch stom om hulp te vragen. Zeker omdat het in het begin heel goed ging. En dat is denk ik ook wat er aan de hand is als je last hebt van laaggeletterdheid. Die hulpvraag stellen, dat is best wel een drempel overgaan. Ja. En je kunt ook zeggen, het ligt soms aan de opvoeding. Ja, dat zeg ik al, er moet veel gelezen worden in de thuissituatie. Je hebt taalarme en taalrijke gezinnen. Dat moet goed ondervangen worden en er moet ook beleid op komen. En ik denk ook dat ook te maken heeft... dat we nu een vergrijzend gebied zijn geworden. Ja, in het algemeen is het ook wel het digitale gebeuren. Dus dat de kinderen heel veel op de iPad, op de telefoon zitten. Maar dat wil niet zeggen dat dat niet naast een boek kan zijn. Want we hebben ook heel veel digitale prentenboeken bijvoorbeeld. Dus ik zou zeggen tegen de ouders, maak een combinatie. 4-1-0 is het. We zijn alleen klaar. Wat de gemeente doet in dit project is het faciliteren van een brief aan alle pasgeborene kindjes. Waarin we aangeven dat lezen heel belangrijk is. En dat de bibliotheek een koffertje uitreikt voor alle kindjes. Om een goede start te hebben als het gaat over lezen en schrijven. En wat zit er in zo'n koffertje? Een boekje, maar ook informatie over de BIEB, over wat je daar allemaal kan halen en kan brengen. Over een taalpunt waar je extra ondersteuning kan krijgen op het gebied van taal. Dus eigenlijk een heel informatief pakketje, maar het belangrijkste denk ik, 2 leuke boekjes die heel erg leuk zijn voor kinderen. En fijn om mee te starten als het gaat over voorlezen en lezen.